Oké, jongens, ik ben weer terug. Mijn camera viel uit, want het duurde een beetje lang. Maar ik ga stal 2 doen. Dit is bedekt uit laadjes. Dat vind ik een beetje raar, denk ik. Maar hier heb ik ook vast. Dit is de Jeep die erbij hoort. En dit zijn, die kun je zo... Kijk, ik zal het wel even voordoen. Ik heb de... Je hoort nog een quad bij. Alleen die quad heb ik nog niet. En zo kun je die doen. En ik kan er zo een quad afrijden. Of een paard, of weet ik veel wat. En dan doe je er zo. En dan kan je dat er zo weer inschuiven. Super handig. Je kan het er ook uithalen. En dan hoort ook een trailer bij natuurlijk. Want ja, als je paarden gaat vervoeren naar de dokter, moet je natuurlijk wel een trailer hebben. Zo ziet de trailer eruit. Daar kunnen ze eten. Het dak kan eraf. Hier kunnen ze in. Dat is een beetje logisch. Ik denk dat iedereen van paarden wel houdt en dat hij het ook wel weet. Dus ja. Oh, wacht. De trailer komt in 2011. En deze komt ook uit 2011. Dat is een beetje logisch. Gaan we naar het volgende paard en dat is deze. Deze hoort bij Damien. Dit is de Tennessee Walker Mally. En deze komt uit 2011. En dit is de veulen. Deze heet Twilight. En deze komt uit 2015. En deze horen bij Damien. En deze heet trouwens Eclair. En ik weet niet waarom. En ik deed altijd dat deze twee samen met Damien deze ging verzorgen. Want deze, ik weet niet wat voor rassoort het is. Maar ja, oké. Hier heb ik het mannetje of vrouwtje. De ruin nog hier niet van. De ruin hier niet van. Dus ja. En Twilight en die andere. Deze heet Energy en Twilight en Energy kunnen heel goed met elkaar, dat deed ik altijd. Dit is Daisy, de... De Mustang Mary uit 2015. Dit is Spirit, heet hij bij mij. En dit is de Mustang Hengst de Veulen uit 2015 ook. Volgens mij is dit een hengst. Ja, dit is een hengstje, denk ik. Deze komt uit 2015, de Mustang Hengst. Dan ga ik door naar deze. Dit is een heel raar dier. En deze is een zebra hengst en komt uit 2008. En dit is de zebra veulen heet Streepje en komt uit. Ook 2008, dus. Oeps. Dan is dit de moeder van die Pisaner die eigenlijk niet in de Friese stal hoort. Deze komt uit 2012 en heet Mooiste. Dan gaan we naar de volgende stal. En de volgende stal zit alleen maar gezin. Dit is de Arabische Mary en heet Rocky en komt uit 2013. Dit is nog een Arabische Veulenmerrie en komt uit 2013 ook. En dit is de Arabische Hengst en heet. Komt uit 2015. Dat is alweer dan. Ja. 2 jaar geleden. 15. Weet ik zeker dat deze uit 2013. 2015, 2013. Deze komt uit 2013. Dus deze twee komen uit 2013 en deze uit 2015. Deze zitten bij mij kantjesfreek. Het is een dressuurpony. Dat is logisch. Dit deze heet bij mij Rocky. En is een dressuurmerrie ook. En deze heet Lindsay. En Lizzie. En ik deed altijd op deze twee. Dit is Fungus. De. Geen flauw idee. En deze kreeg een verkeering, deed ik altijd. En dit is nog een hengst. En ik zal even het boek er weer bij pakken. Want ik weet het voor.
nog een elementje meer. Dus ik ga het even op het boekenwerk pakken. Dit is de Trakerner hengst. Dit is de Trakerner hengst de veulen. En dit is de Trakerner Mary uit 2013. Dan gaan we door naar het volgende. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Deze is bij mij Shadow uit de film Penny Shadow. En deze is de Siri. En ja, deed ook heel vaak dat hij gevaarlijk was. Dit is de Pinto die bij Tex hoort. Deze heet Polly en komt uit 2015. En het is een Pinto hengstenveulen. En dat verzin ik niet zomaar, omdat die Polly heet. En dit is de moeder daarvan en heet Cute. Want die heeft een heel schattig vlekje als hartje. Ik weet niet of je het op camera goed kunt zien. Dit is 2010. Dit is de Appaloosa hengst, of als het goed is. En deze komt uit 2012. Dit is een hengst, ja. Maar eigenlijk heb ik geen ruimte. Dit is de Appaloosa Mary veulen. En komt uit 2012. En heet Nikita. Heette die bij mij. En dit is de moeder, de Appaloosa Mary. En die heet Pebble. Deze heet Iris. En deze komt uit 2012. Dus ja, ik wil zeggen dat ik niks ga verkopen of zo. Dan heb ik hier nog een poppetje, deze bij de Jeep. En dan heb ik, dit is mijn enige poppetje die zit. Ik weet niet uit welk jaar dit komt. En heette bij mij met Penny Shadow Kai. En normaal heet Adelhak Nouri. Ik weet ook niet waarom. Leg erop weer. Deze heette bij mij altijd Nouri. Omdat die, ja, altijd gebeuren als ik een donkere jongen krijg, ga ik hem wel Nouri noemen. En deze heette gewoon Kai. Bij mij heette Kai. Dit is Essa, maar ook wel Lisa van de Pion Penny Shadow. Dit is Henita. En deze is vernoemd naar mijn vriendin. Henita. De kinderruiter. En dan heb ik nog een weststangruiter. Volgens mij deze heet Mayra. Ja. En dan heb ik nog een vosje. En die hield ik als huisdier. Deze heette Foxy uit Five Nights at Freddy's. Deze komt uit 2010. Dit is al 7 jaar geleden. Och, deze komt uit 2005, de Herdershond puppy en heette bij mij Sun. Deze heette bij mij Dex. En ik weet nooit waarom, zo heet mijn echte hond ook. En deze heette bij mij Bella, vernoemd mijn echte herdershond die mijn tante heeft verzorgd. En deze komt uit 2005 ook. Hier heb ik ook nog het mannetje van, maar I don't know waar die is. Dan heb ik nog heel veel andere slijgdieren. En dat zijn eigenlijk maar 3. Een hele familie. En die laat ik wel even snel zien. En dat zijn alleen maar deze. Deze heet bij mij Sierra en komt uit
2007. Deze komt uit 2007. Deze zit bij mij Jago. En deze zit bij mij Lindsay. Lindsay, niet Lizzie, maar Lindsay. En komt ook uit 2007. Ja, dat zijn eigenlijk de enige slijgdieren. En ik heb hier nog een slijgboekje met allemaal dingetjes erin. Bedankt voor het kijken. Ah. En dan, doei!